Hallo, dit is het tweede filmpje in de serie over elektrische en magnetische velden voor natuurkunde, dat in bovenbouw. En we gaan naar opgave 6 toe. En in de tekst staat, om een proto bijna tot de elektriciteit te versnellen, is een spanningsverschil nodig van honderden miljoenen volt. Toon dat aan. Nou, het spanningsverschil dat breek je natuurlijk met de formule voor de kinetische energie in het elektrisch veld. En de kinetische energie dat doe je met half een V-kwadraat. Nou, gaan we eerst maar eens even het kinetische energieverschil bepalen. De massa is bekend, de eindsnelheid is ook bekend als de lichtsnelheid, de beginsnelheid is 0. Dus alleen de half een V-kwadraat van het eind hoeven we te berekenen. Half een V-kwadraat van het begin is 0, want de snelheid is 0. Nou, gaan we uitrekenen dan. Het energieverschil voor kinetisch is half maal de massa van dat deeltje, de proton, dus de standaardmassa kun je vinden in tabel 7, maal de lichtsnelheid kun je ook vinden in tabel 7 in het kwadraat. Komt vanuit 1,50 maal 10 tot de min 10e joule. En het energieverschil in kinetische energie wordt veroorzaakt door het elektrische veld natuurlijk. Dus die hoeveelheid energie is ook gelijk aan Q, de lading, maal het spanningsverschil. De lading is weer diezelfde waarde van het proton van tabel 7. Oké, die energiewaarde vul je hierin, de lading vul je daarin. Hou je alleen nog maar U over, deel je die twee op elkaar, deze delen door die. En dan krijg je dus U is 9,4 maal 10 tot de zesde volt, oftewel 49 miljoen volt, dat moesten we aantonen. Oké, neem aan dat de spanning in figuur 10,15, dat is dit figuur, gelijk is aan 20 kilovolt. Toon aan dat de kinetische energie van de proton in de buis is gelijk is aan 0,14 volt. Nou, de kinetische energietoename reken je weer met de formule van de kinetische energie uit. En dat is weer gelijk aan de elektrische energie natuurlijk. De spanning tussen buis 1 en buis 8... reken je met het aantal oversteken, dat zijn er 7. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer, 6 keer, 7 keer steek je over. Goed, nou dan gaat hij dan. De kinetische energie is dus gelijk ook aan de energie van het veld, dus Q maal U. Dat is 1 elektron. De spanning is gegeven als 140 kilovolt. Oké, die vul je in. Elektrische energie is dus 1 maal de spanning in volt. En dan krijg je het antwoord in elektronvolt, 0,14 mega elektronvolt, en dat moesten we aantonen. Ja? Oké. Als energie van een proton dan verwaarloosbaar is, is kinetische energie dus gelijk aan 0,14 volt. Oké. Die pijl die is blijkbaar even niet goed. Goed. C. Zo, ik ga even te snel volgens mij. Ja, opgave 7 voor de arbeid van de elektrische kracht gaat W is F maal elektrisch maal afstand maal de cosinus van alfa. Het positieve ion wordt afgeschoten door een positief geladen bol. De richting van de elektrische kracht is van de bol af. De verplaatsing is ook van de bol af. De hoek tussen de richting en de verplaatsing is 0 graden, dus W is positief. Oké, dat is het antwoord op de vraag die hierboven staat. Een proton bevindt zich in punt A op enige afstand van een positief geladen metalen bol. Het proton beweegt onder invloed van de elektrische kracht naar dat punt B. Verder van de geladen bol ligt aan A, de elektrische kracht verrichten bij een arbeid. Ja, die is dus positief inderdaad. Die kracht en die beweging zijn in dezelfde richting. Oké. Je plaatst vervolgens in de punt A een alfa deeltje. In vergelijking met de proton is de positieve lading van dat deeltje 2 keer zo groot. En de massa is 4 keer zo groot. Er zitten ook 2 protonen bij, hè. Ook het alfa deeltje gaat van A naar B. De elektrische kracht verricht nu een arbeid van W. Breken neer hoe de verhouding tussen de W van de vorige is en van nu is. Het alfa deeltje en van het proton. Nou, de lading van dat alfa deeltje is 2 keer zo groot als de lading van het proton. Dus de elektrische kracht is ook 2 keer zo groot. Hè? F is Q maal E. En de afstand is voor beide constant. Dus de arbeid op het alfa deeltje is dus 2 keer zo groot. Oké, C. Tijdens de beweging van A naar B wordt de elektrische energie omgezet in kinetische energie. In punt A is de snelheid van het proton en het deeltje verwaarloosbaar, dus die mag je op 0 zetten. C. Is het snelheid van het alfa deeltje in B groter of kleiner dan de snelheid van het proton? Oké, dan gaan we kijken. De toename van de kinetische energie is 2 keer zo groot, omdat de arbeid op het alfa deeltje ook 2 keer zo groot is. Dat zagen we net in B. Omdat de kinetische energie in A verwaarloosbaar is, de kinetische energie van alfa deeltje is 2 keer zo groot als de kinetische energie van het proton. Oké. Voor de kinetische energie geldt dus half een V-kwadraat. Gaan we dat doen voor het alfa deeltje en voor de proton. Nou, waarin zitten verschillen? Het alfa deeltje is 2 keer zo zwaar als het proton. Dat komt hieruit. 2 staat tot 1. Dus de snelheden
de massa van het afdeeltje is 4 keer zo groot als die van de proton, sorry. Kinetische energie is 2 keer zo groot van het afdeeltje van het proton. Massa is 4 keer zo groot als de massa van het proton. Dat vul je dan hierin. Ja, hier staat die 4 protonmassa's en hier staat 1 protonmassa. Dit is dus de massa van het alfadeeltje. Als je dat dan verder gaat uitwerken, dan blijkt dus dat de snelheid in het kwadraat van deze, van het alfadeeltje, gedeeld door de snelheid van het kwadraat van het proton, dat die 1/2 blijkt te zijn. Ja, dus de snelheid van het alfadeeltje is dus kleiner dan die van het proton. En dat is, hoeveel kleiner dan? Ja, de wortel uit 1/2. Oftewel 1/2 wortel 2, dat is 0,71. Maar dat wordt niet gevraagd, dus dat hoef je verder niet te schrijven dan. Een radiobron zendt alfadeeltjes uit. In figuur 10-16 zie je een schematische weergave van de indeling. Alfadeeltje is 2 waarde helium van ion van helium, dus helium 2+. Tussen de radioactieve bron en de deeltjesdetector bevinden zich 2 condensatorplaten. Dat zijn deze 2 met een opening, dus daar kan de deeltjes door. Vanaf een spanning van 2,6 megavolt over de condensatorplaten worden geen alfadeeltjes meer gedetecteerd. Die worden dus blijkbaar afgeremd tot stilstand. Leg uit of de linkerplaat positief of negatief is. Nou, het alfadeeltje is positief en het wordt afgeremd. Dat betekent dus dat hij komt van links. Dus dan moet deze positief zijn om hem terug te duwen en deze moet negatief zijn om hem terug te trekken. Dus Q is plus en P is min. Breken dan de beginsnelheid van de alfadeeltjes. Oké, dat doe je weer met elektrische energie en met 1/2 mv². Eerst maar even de elektrische energie, die is de lading maal de spanning. De lading is 2 plus, hè. Dus dat is 1,6 maal 10 tot de min 19e coulomb. Dat is 3,2 maal 10 tot de min 19e coulomb. En de spanning is 2,6 megavolt. Dus 2,6 maal 10 tot de 6e volt. En die vul je allebei in. Die moet je vermenigvullen. Dat gebeurt hier. Komt uit 8,33 maal 10 tot de min 13e joule. Oké. Even kijken. Dan de massa van het alfadeeltje is 4 keer de massa van het protondeeltje. Dus 4 keer 1,72 maal 10 tot de min 27e. Die heb je niet uit binas. En dan komt 6,8688 maal 10 tot de min 27e kilo uit. En die stop je natuurlijk hier in V. Oké, de kinetische energie is veroorzaakt door de elektrische energie. Die hebben we net uitgerekend. Dus die mag je 8,33 maal 10 tot de min 13e noemen. Dat wordt hier gedaan. 1/2. Dit is die massa die we net hadden uitgerekend. Daar hou je alleen nog maar de snelheid in het kwadraat over. Nou, dan is dus, moet je dus dit met elkaar vermenigvuldigen. Deze waarde deel je door die waarde. En de wortel eruit is dan de snelheid. En dat is dan 1,6 maal 10 tot de 7e meter per seconde. Oké, gaan we naar 9. Wanneer op een metalen bol een grote negatieve lading wordt aangebracht, komen sommige elektronen los van de bol. In figuur 10-17 zie je de grootte van de elektrische energie van de elektronen als de functie van de afstand tot het midden van de bol. A, leg uit waarom dat de straal van de bol gelijk is aan 3 centimeter. Nou, binnen in de bol heb je geen elektrische veldsterkte, die is dus 0. Dus er kan geen arbeid worden gedicht door de elektrische kracht. Dus blijft de energie van de binnen de bol constant. En dat is het geval tot hier. Hè. Je ziet dat de energie constant is tot aan 3 seconden. En daar gaat hij veranderen. Oké. Leg uit waarom dat uit 10-17 blijkt dat het elektron versnelt na het inkomen van de bol. Nou, volgens de wet van Boutwell-energie is de energie constant. Dus de totale energie die hier staat is dus constant. De basis in de figuur kun je zien dat de elektrische energie afneemt. Dus gaat die dalen, dus de elektrische energie. Nou, dan moet de kinetische energie wel stijgen. Ja, dat kan niet anders. Dus en dat is alleen het geval als hij sneller gaat. Hij versnelt dus. Nou, teken in figuur 17 het verloop van de grafiek van de kinetische energie is een diagram. Oké. Dit is de totale energie. Die is hier doorgestippeld. En de waarde van de rode plus de van de zwarte, die moeten samen dus altijd gelijk zijn aan deze. Nou, hier zie je dat deze is dus, hier die is 3. En deze is ook die dus samen is, dat 6. En deze is 2. En die is 4. Dus samen, het is net iets meer dan 6 trouwens. Hè. Maar je ziet, als je dus in de grafiek omhoog gaat, moeten deze twee waarden altijd gelijk zijn aan die waarde. Nou, dan krijg je zo'n kromme lijn. Dan bereken de theoretische maximale snelheid van het elektron. Nou, die is natuurlijk gelijk aan 1/2 mv². Op een zeer grote afstand is alle energie omgezet in kinetische energie. En hoeveel is het dan? Nou, dat is dus die 6,3 elektronvolt. Daar maken we even joule van. Dat doe je met 1,602 maal 10 tot de min 19. Die vind je in tabel 7, die waarde. Nou, dat is deze 1,009 maal 10 tot de min 19 joule.
De massa is 9,109 × 10⁻³ⁱ kg. Dat is de massa van een elektron, die kun je ook in de binaire vinden. Die vul je dan in. Dit is de energie. Dit is de massa. Hou je alleen de snelheid over. Dan hou je hetzelfde. Deze deel je door deze in. Ja, dan krijg je een breuk. En daar haal je de wortel uit. En dat is dan de snelheid. 1,5 × 10⁶ meter per seconde. Noem een reden waarom dat elektron deze snelheid nooit bereikt. Je hebt natuurlijk altijd verlies onderweg. Hè? Onder andere door botsingen met moleculen onderweg. Dus het zal alleen in vacuüm zo dat zou kunnen zijn. Oké, laatste opdracht, dus nummer 10. In figuur 10-18 zie je een schematisch lineaire versneller. B is de bron, die komt hier van links, die de protonen uitzendt. P en Q zijn de aansluitpunten van de wisselspanningsbron. Okay. In figuur 10-19 is de verloop van de spanning als verloop van de tijd weergegeven. Dat zie je hier. Oké. De frequentie van de wisselspanning is constant. Op zijde T bevindt zich het proton midden tussen de eerste en tweede buis. Dus dat is daar. Oké. Toom aan met bijvoorbeeld van 1819 dat de proton tijdens het oversteken van de tweede naar de derde buis wordt versneld. Dus als die hier is. Nou, volgens figuur 1019 is de spanning P ten opzichte van Q positief. Hè? Dat kun je hier zien. Oké. Het proton is ook positief, dus het proton wordt afgestoten door de eerste buis, dus deze. En wordt, die andere buis is dan dus negatief, dus die wordt dan, die trekt hem dus aan. Ja. Merkwaardig gaat ze trouwens in de opgave over de eerste en tweede buis, heb je hier over, tweede en derde, en hier over de eerste en tweede buis. Maar goed, het principe blijft hetzelfde. Dus de buis achter je die stoot je af en de buis voor je die trek je aan. Dat is steeds zo. Nou, dit proton wordt tijdens elke oversteek versneld. Daarbij beloopt het steeds dezelfde gemiddelde even grote spanning. Geef in figuur 19 in tijdstip T2 aan waarop de proton zich in het midden tussen de tweede en derde buis bevindt. En ook tijdstip T3 waarin het proton zich tussen de midden in de derde en de vierde buis bevindt. Nou, tussen buis 2 en 3 is de spanning juist negatief. En tussen buis 3 en 4 is hij dan weer positief. Hè, want dat wisselt dus steeds om. Hè. Oh. Dus dat kun je zien in 10-15. Dus hier zit T2 en daar zit T3 en hier zat T1. Ja, dus die zijn omgewisseld plus en min. Ja, maar het is altijd zo dat als een proton langskomt, achter hem moet die plus zijn en voor hem is die dan min en de volgende is dan weer plus en de volgende is dan weer min en dan weer plus. Zo wisselt dat steeds om. Oké. C, leg uit waarom de opeenvolgende buizen steeds langer moeten zijn. Dat komt omdat de proton steeds sneller wordt. Omdat hij steeds versneld wordt. Maar de proton moet dezelfde tijd in die buis ombrengen, omdat de frequentie steeds hetzelfde is. Dus moet die buis langer zijn. Oké, gaan we naar D. Tijdens elke oversteek doorloopt de proton een spanning van gemiddeld 1,33 kV. Neem aan dat de proton in de eerste buis met verwaarloosde snelheid verlaat. Toon dan aan dat de snelheid van waarmee de proton de vijfde doorloopt gelijk is aan 1,0 × 10⁶ meter in het kwadraat. Nou, oké. Je hebt dus 4 keer spanning van 1,3 kV die doorloopt, dus 5,2 kV. De lading van de proton is bekend, die vermenigvuldigt je met elkaar. En dan heb je de energie die hem aan toe wordt gevoegd. Dat gebeurt hier, 8,33 × 10⁻⁶ joule. Dat is ook gelijk het verschil van de kinetische snelheid, maar die laatste die valt eraf, want die was 0. Dus oké, hier vul je de energie in, de massa die is bekend, die vul je daarin. Dan hou je alleen nog maar de snelheid hierover. Oké, dan deel je dus deze, deel je door die en haal je de wortel uit. Dan krijg je 1,0 × 10⁶ meter per seconde. Oké, de wisselspanning heeft een frequentie van 2,0 MHz. Bereken hoe lang de vijfde buis maximaal kan zijn. Dat doe je met F is 1 gedeeld door T. Frequentie is 2 MHz of 2,0 × 10⁶ Hz. De tijd die je dan daarbij hoort is het omgekeerde van, dus 5,0 × 10⁶ seconde. Oké, dan kun je mee uitrekenen hoeveel er wordt afgelegd. De tijd weet je, de snelheid weet je ook. Die hadden we al eerder berekend, die vermenigvuldig je met elkaar. 1,0 × 10⁶ meter per seconde, maal 2,5 × 10⁻⁷ seconde is 0,25 meter. En de snelheid die we dus eerder hadden berekend, die kwam dus hier vandaan, hè. En de tijd kwam hier vandaan, dus samen mag je die in SSVMT stoppen en vermenigvuldigen en dan krijg je het antwoord. Oké, bedankt voor het kijken, dit was paragraaf 2, hierna komt natuurlijk paragraaf 3.